Gisteren werd bij het Wetterskip Friesland een onderwaterdrone gelanceerd. De drone ziet eruit als een kleine onderzeeër en is voorzien van een camera die de onderwaterwereld kan vastleggen. Het Wetterskip Friesland en het Van Hal Instituut hebben de handen ineengeslagen. Van Hal gaat een opleiding verzorgen voor dronepiloot en dan met name voor de onderwaterdrones. Wij zijn inderdaad op dit moment bezig met het ontwikkelen van een. Uh... Laten we zeggen een stukje onderwijs wat we extra aanbieden in de reguliere opleidingen. Dat doen we uh, samen met het Noordwind College. En Van Allarestein heeft samen met Noordwind het CIF, uh, Centrum voor Innovatief uh, Vakmanschap voor Water, de opdracht gegeven om uh, dat verder te ontwikkelen. En volgend schooljaar gaan we dat aanbieden. En dat betekent concreet dat uh, uh, jongens en meisjes die uh, op het mbo en het hbo onderwijs zitten. Dat die uh, de mogelijkheid krijgen om een, een piloot te uh, Pilooten bevred voor de besturing, hè, dus uh, de goede vaardigheden hebben om zo'n drone uh, te kunnen besturen. Ja, want je hebt ook wel de, de luchtdrone, die, die kan iedere particulier zo krijgen. Die zijn relatief simpel te besturen. Nou ja, lijkt dit een beetje op een onderwater torpedo. Is dit nou zoveel moeilijker te besturen of komt daar zoveel meer bij kijken? Uh, nou ja, overigens die, die vliegende drones, die worden ook al gebruikt in de, de, de waterbeheerhoek, uh, met name voor de inspectie van, uh, van dijken, veendijken, of uh, uh, van het registreren van bijvoorbeeld blauwalgen. Maar uh, ja, uh, ook onder water kan je het een en ander uh, gaan be bestuderen, uh, om een beter beeld te krijgen van uh, het watersysteem en het functioneren ervan. En dan is het wel van belang dat je wel goed weet wat je doet. En uh, dat je in staat bent om, uh, nou, laten we zeggen, met de goede oog-handcoördinatie uh, zo'n drone de juiste richting in te sturen. Uh, in diepwater, ondiepwater, veel beplanting, weinig beplanting. Dat je van tevoren een goed meetplan uh, al hebt. Uh, dat je ook weet wat je meet en wat je ziet. En dat je ook uh, op een hele verstandige manier met de data kan omgaan die dat, uh, die dat oplevert. En dat je daar goede conclusies aan kan verbinden. En daar heb je echt een, uh, een opleiding voor nodig. De vraag is nu: in hoeverre heeft de onderwaterdrone een meerwaarde voor Wetterskip Friesland? Eigenlijk is het een bestaand systeem van drones, maar met een bedrijf en met Van Haal uh, Instituut. Is het initiatief gekomen om te kijken van wat zo'n drone aan gegevens kan gaan genereren voor ons als wetenschip. Om juist onder water een veelheid van gegevens naar boven te halen. En te kijken van hoe kunnen we op termijn daar zo ook uh, gegevens uithalen die we weer kunnen vertalen in verbetering van waterkwaliteit. Daar kunnen wij niet alleen, daarvoor ook dat stukje innovatie. Dat doen we met van Haal en met een uh, ja, start-up bedrijf. Want u zegt de waterkwaliteit. Uh, mankeert daar zoveel aan in Friesland? De waterkwaliteit heeft enorme verbeterslagen gemaakt de laatste tien jaar. Maar we zijn er nog lang niet. En dat is dus ook een reden waarom we zeggen we zouden eigenlijk gewoon eens nu goed moeten meten. Juist tot in de haarvaten van onze watersysteem. Waar kunnen we die verbeteringen nog toepassen? Wat weten we? Meten we op de juiste plaatsen? Meten we de juiste dingen? En vandaar ook van dat de. Dit apparaat vol vol met sensoren. Komen er ook weer nieuwe sensoren bij, zodat we gewoon echt ook naast nutriënten, geleidingen en zaken, al goed kunnen waarnemen. Want het apparaat kan ingezet worden eigenlijk overal waar water is, begrijp ik? Ja, overal waar water is kan die ingezet worden. Het zal niet overal dit type zijn. In kleine beekjes en dergelijke zal het waarschijnlijk een ander type zijn. Maar uh, deze kan dus ook ingezet worden, ook uh, in grotere vaarwegen, maar ook voor uh, inspecties. Omroep Leo ging vandaag langs bij Aanzet. Aanzet is een vrijwilligersorganisatie en biedt onder andere ondersteuning omtrent de verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Sinds vandaag beschikt Aanzet over een vernieuwde website. Een nieuwe website die een stuk moderner en overzichtelijker zou moeten zijn. Marije Klaver vertelt ons hier meer over. Als Aanzet zijnde hebben we het steunpunt zelfhulp. Dat is dus een project van Aanzet en die heeft een nieuwe website. Waarom is het nodig? Omdat je nu met één druk op een knop een overzicht hebt van zelfhulpgroepen in Friesland. Nou, was er al wel een website en die was verouderd of uh, niet meer van deze tijd? Hoe zit dat precies? Ja, die website die we hadden um, had ook een hele lange domeinnaam en die was niet meer van deze tijd. Dit is echt een website van deze tijd. Hij past zich aan een smartphone, aan tabletformaat. Um, hij is ook uh, heel vriendelijk in gebruik, zowel voor ons in het onderhoud als ook voor de mensen die de website bezoeken. En een website bouwen, daar gaat een hoop geld mee gemoeid en een hoop tijd. Uh, zijn daar nog problemen in ontstaan? Nee, dat is eigenlijk heel erg soepel verlopen. We zijn in april begonnen en nu is de website al online. We hebben hierin uh, samengewerkt met Systematic. En uh, Systematic begreep heel goed waar onze behoefte lag en kon ook heel snel schakelen. En ja, dat is een hele prettige samenwerking geweest. Nou, is de nieuwe website helemaal van deze tijd? Uh, wat kunnen de mensen zo al vinden op de website? Wat mensen met name vinden is een overzicht van zelfhulpgroepen in Friesland. En in een zelfhulpgroep zitten mensen die in dezelfde situatie zitten. Ze vinden vooral steun bij elkaar, leren van elkaar en delen ervaringen. En het kan zijn uh, mensen die net voor het eerst ouders worden of mensen waarvan hun partner ziek is of zelf ziek zijn. Eigenlijk um, is het op heel veel gebieden zijn er zelfhulpgroepen. En die zelfhulpgroepen komen allemaal vanuit, uh, vanuit hier? Of hoe, hoe, hoe werkt zoiets precies? Nee, het steunpunt zelfhulp is ondersteunend aan deze zelfhulpgroepen. En deze zelfhulpgroepen zitten verspreid over de hele provincie Friesland en zijn autonoom. Dat wil zeggen, het zijn zelfstandige zelfhulpgroepen, uh, maar wij ondersteunen hun waar mogelijk.